Alles. Alles moet toegevoegd worden. Werkte zij zelf in de tuin? Eh, eh. Wat deze verder nog? Ik kwam ze wel eens in de keuken kijken. <laughs> eh, eh. Ja, als ze dan zo verrekte geestig was, als iedereen zegt: dan wil ik wel eens een paar van die wietsen horen. Ze scheen al die prime ministers geweldig na te kunnen doen. Eh, dus ja, dat wil je dan ook wel eens even weten. Dat u mij horen. microfoon doet het als het goed is. Hij doet het helemaal. Oké, okay. nou dat is fantastisch. We hebben natuurlijk de koningin, die er niet meer is. Ja, dat is niet. Dat wil zeggen, zij is nog zeer aanwezig in de media. Het was wel uh, natuurlijk. Uh, een, ja, dit was voor de media het mooiste wat er kan gebeuren: namelijk een gebeurtenis die geen enkele betekenis heeft. Behalve dat een, een frappant oude man uh, een nog veel oudere vrouw opvolgt. Als ...soeverein van Engeland, maar tegelijkertijd wat een heerlijke poppenkast. Hè? Wat een kermisuniform, wat een opwinding, wat een sentiment. Huilende mensen, mensen die zich wanhopig naar het, naar het hoofd voeren. Het meest ridicule achtelijke commentaar wat je je kunt voorstellen... ...wat bij dit soort van gelegenheden ook te doen gebruikelijk is, kortom... Je zagde de media erin zwelgen. Ze konden er geen genoeg van krijgen. Het was de hele dag op het nieuws en dan nog in alle talkshows. Ik wist niet dat er zoveel Engeland deskundigen waren in Nederland. Altijd weer van die mensen, ik heb haar uit de verte gezien. Hè? Een neef van mij heeft haar ooit uit de verte gezien. Op een wandeling in Schotland allemaal dat soort van dingen. Dat je denkt, dit is echt. Dat eigenlijk zouden ze. Kan er niet elke, elke week een, 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 een koningin ergens doodgaan? gaan? je ja, dat, ja. dat zou kunnen plannen. Jongen, jongen, jongen. Wat een heerlijke gebeurtenis. En ook het idee. Dit kan nog eindeloos uitgemolken worden. Want we krijgen nou een begrafenis. Ja, ze is op weg. Dat was al een hele kwestie. De kist is op weg. Weet ik veel waarheen. En dan kunnen we weer gaan kijken in de kist. En dan zal er in Londen wordt ze opgebaard. En dan... Moet die Suffolk, die Charles XIII, ook nog gekroond worden? en wat een zegen. gekroond worden in Westminster. Het kan heel hij... lang duren, hè? Dat, Dat is... kan nog eeuwig gaan duren, joh. Het is, het... De begrafenis is pas de 19e. Het is echt heerlijk. Echt, het, het moet ook op die redacties moeten ze elkaar wenend van geluk in de armen zijn gevallen. Zoiets ongelooflijks, hè? Want dat bleek, we wisten dat helemaal niet, maar Elisabeth bleek een van de allerbelangrijkste wereldleiders te zijn geweest sinds ze aan het bewind is gekomen in de vroege jaren 50. Ja. Het is ongeveer, het was het, zij was het fundament van de Engelse natie, zij was het anker van de westerse wereld. Het is, het, het, hoe, hoe we verder moeten in de wereld, ik zou het ook niet weten, maar het is, gelukkig heeft ze er zelfs nooit iets over gezegd, dat scheelt in ieder geval. Maar het is ongelooflijk dat, dat, ja, dat we haar nu kwijt zijn. Dat is toch iets. Jonge, 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 jonge. En dan valt die fijne kastelen. En dan, en dan die heerlijke familie. Want dat is het ook het fijne natuurlijk van Elisabeth. Zelf heeft ze nooit iets gezegd van enige betekenis. Dat is haar grootste verdienste, heb ik ook begrepen uit de commentaar. Maar die gezegende familie. Die troublemakers. Al die halve garen die op een of andere manier. Iets met de Engelse koninklijke familie te maken hebben. Ook allemaal in van die prachtige pakken. Allemaal met tressen en koper en, en draadjes. En nou, je kunt het zo gek niet verzinnen. Daar moet een hele industrie op draaien. Alleen al op die malle kleding van die mensen. En dan nog, oh, niet te vergeten, de hondjes. Ja, er blijkt ja. een heel boek te zijn alleen over de hondjes. Ja. Echt, en... Het schijnt dat een van de hondjes van Elisabeth het clandestine gedaan heeft met de hondjes van haar zuster Margaret. Oh, dat weet ik niet. En die had geen corgis, die had, uh, hoe heet het, tackles. Oh. Dus er was een tackle corgi uh, hoe heet dat, uh, bastaard. Interessante kruising is dat wel dan. Ja, dit is echt ongelooflijk. Het was, ja, het, het, het had ook wel iets amusants. De, het waren de media in al hun stuitende mondiale onbenulligheid aan de ene kant en tegelijkertijd begreep je. Hoe ze hebben genoten en wat ze, we voelen natuurlijk feilloos aan, dat de kijkers het ook, ze kunnen er niet genoeg van krijgen. Hè? Hoeveel foto's hebben we niet gezien van de arme Elisabeth? En dan kunnen we weer foto's laten zien van de acteurs en de actrices, oh ja, acteurs natuurlijk niet, de actrices die Elisabeth hebben gespeeld. In. En dan kortom, het was cornucopia, het was, het, het was een paradijselijke belevenis voor de media. Ik wil verder dat ze nu zelfs op zondag nog door de door de media vertrekken dansen bij het idee dat ze nog weken door kunnen met deze lulkoek. Ja, ja. echt fenomenaal. Maar ook uh, de winkeltjes, hè? Want er worden allemaal nu vlaggetjes. Ja, je begrijpt, daar kan ook goud aan verdiend worden aan het franchise van deze hele zaak natuurlijk bij al die begrafenissen en aan die kroning en en. Ja, en dan natuurlijk bij het heerlijke idee dat die, die, die Charles III het natuurlijk ook niet zo heel lang zou maken. Nee. Dus we kunnen alles al klaarstaan zetten voor het, voor het geval dat hij overlijdt. In de 70 is jaar. En dan, hij dan hij krijgen Hij is 74. Hij is praktisch even oud, als ik. Ja, maar ja, hij heeft er wel zijn hele leven gewacht. Dat is ook het hele idee dat hij zijn hele leven al gewacht heeft. Niet waar tot hij zijn moeder zou kunnen opvolgen. Ook wat een, wat een heerlijk idee. Het was echt. Het was de, voor de media moet dit het mooiste zijn geweest wat ze in jaren is overkomen. Vind je niet ook nog een verschil met hoe de BBC het brengt? Nou, daar heb ik nou niet speciaal op gelet. Ik las in de krant dat de hoofdpresentator van de BBC... voor het eerst sinds mensheugenis een zwarte stropdas om had. Oh. Ja, dat is ook iets. Want daar kun je zelf ook weer een reportage over maken. He, wie is dat? En heeft hij normaal voor stropdassen om? En nu een zwarte stropdas en welk moment had hij de zwarte stropdas voor het eerst om. Nou ja, kortom, ook dit is... Je kunt het zo gek niet verzinnen. Alles valt uit de melk bij een gelegenheid als deze. Ja. Het deed natuurlijk mij ook weer vreselijk denken aan Prins Bernard en Lady Di. Als je dus zo'n zo world celebrity bent, laat maar even zo noemen. En ook met een Engelse term, want ja, een bekende Nederlander is toch weer heel wat anders natuurlijk. Uh, dat, en je gaat dood. Dat dan... Kunnen mensen niet laten zeggen dat je ontzettend belangrijk bent geweest, hè? Lady Di was toch ook het geweten van de westerse samenleving. Zonder prins Bernard hadden we de Tweede Wereldoorlog niet gewonnen. Nou ja, de mensen kunnen het zo gek niet verzinnen. En dat was nu bij Elisabeth. Echt een, een brave bejaarde mevrouw, die, wie het grootste verdienste was dat ze nooit de bek open deed. En ze had het neutraal wisten gedragen, waardoor uh, geen vervelende ruzietjes ten aanzien van de koningin ontstonden. Die ontstonden toch vanwege haar familie, want dat is natuurlijk ook wel... Ja, en maar toch was zij het anker van de westerse beschaving. Een symbool, hè? En... Een symbool, een symbool van van alles en nog wat. Symbool van, van prettige bejaarden, symbool van bescheiden mensen, symbool van... Nou, je kon ze gek niet verzinnen. Ja. Maar wat ik wel interessant vind, is mensen op straat die doen net alsof ze haar echt gekend hebben. Want die zijn echt heel. Je hebt natuurlijk ook het gevoel dat ze elkaar, dat, dat is natuurlijk een van de essentialia van de moderne media, is dat ze steeds de illusie wekken dat je de mensen die op het tv-scherm verschijnen, dat je die echt kent. En ook een groot deel natuurlijk van de tv-industrie bestaat eruit dat er programma's worden georganiseerd waarbij je die mensen echt leert kennen. Dat is zogenaamde reality-tv, zoals je weet. Hè? Dus dat ze dan thuis bij je komen filmen, als je koffie zet als je bed uitkomt en als je krantje openslaat en je ruzie met je, met je familie maakt. En nou ja, er zijn, er zijn mensen die hebben daar hun beroep van gemaakt om hun beroep is eigenlijk om te laten zien dat ze maar één beroep hebben, namelijk hun beroep te laten zien. Het ja, is een beetje een ingewikkelde redenering. Je kent die mensen in Nederland toch ook wel, die goed betaald worden om ja, om te laten zien dat ze vrij onbenullig zijn. Ja, dat is natuurlijk wel een essentiële zaak. Dat je wel moet laten zien dat je heel gewoon bent. Ja. Heer, de, 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 de kunst is eigenlijk dat je totaal ongewoon bent en voortdurend laat zien dat je heel gewoon bent. Mm. Elisabeth ook heel gewoon gebleven. Ook, ja, sorry, ze woonde wel ruim, dat wel, maar toch heel gewoon. Ja, moeder. Ik begreep dat de hondjes niet eens uh, kraanwater kregen. Die kregen een paar blauwe. Ja, ja, maar ze deden wel alles aan, aan die hondjes. Hè? Ze heeft een hele, Ik weet niet, iemand had uitgekregen? hoeveel hondjes heeft ze Ze had eerst eerste hondje gekregen toen ze. Ja, meer dan dertig heeft dus ze gehad. Ze een stuk of ze zeven jaar oud was. Zo. Nou ja, je kunt uit hoe oud zo'n zo korkje worden. Een 15, Oei, bij, ja, vijftien misschien bij koninklijk voedsel nog wel een paar jaartjes meer. Ik heb geen flauw idee. Dit meer dan 30 had, had je geleerd. Ja, dat hoorde ik ergens. Ja. Volgens mij bij Jinek zat uh, ook iemand die dan een Ja, precies. Had. Ook bij, maar, nou, ja, bij Jinek kun je ook met zo'n honderd deskundigen. <laughs> kun je al heel gauw. bij, bij al 20 minuten onder de ja. pannen natuurlijk. <laughs> ja. je, uh, een topprogramma. Ik weet niet, waarschijnlijk zijn de kijkcijfers ook omhoog geschoten werkelijk. Ja. Met als gevolg dat het enige belangrijke gebeurtenis van deze week. natuurlijk wat in de schaduw is geraakt. Dat, dat is wel een beetje een. En dat is natuurlijk de, de opmerkelijke vorderingen van het Oekraïense leger. Ja. In het noordoosten van de Oekraïne niet waar, waar ze de Russen toch weer een enorme zeepert verkocht hebben. Ja, daar moeten we het zo inderdaad even over hebben, maar nog even over Elisabeth. Want het ik kan me ook Elisabeth, wel voorstellen, ja. als, als jij als historicus, je ziet nu dingen die uh, nou, eerst plaats hebben gevonden toen er volgens mij nog geen bewegend beeld was, of net. Die, die, die het hele tafereel nu, dat wordt nu wel allemaal goed in beeld. Nou, haak Koning was ook een worldwide event, kan ik je verzekeren. Echt, echt. Wat dacht je van de begrafenis van Churchill? Dus haak Koning was ook... Sterker nog, ik las een heel verhaal... dat, dat die tv natuurlijk, de BBC toen dus... We is 53, hè, in de, Het is heel interessant Ik ook dat ze koningin werd... terwijl ze in Afrika bezig was om... om om, laten we zeggen, de buitengewesten te bezoeken. Ja, zo dus was toen 25 of zoiets? Oeh, nou ja, we kunnen het even uitrekenen. Laten we even zeggen. Dus zij is, als ik het denk, ik, zij is nu 96. Ik denk dat ze 26 was. He, dat zat er wel over ook even. Altijd, je kunt altijd een boodschap sturen. Hoe is het mogelijk dat die Verossum dat zelfs niet uit kan rekenen? Maar goed, ik wacht de berichten rustig af. Maar dat is extreem jong. Dat ze op die leeftijd koningin was. Dus Amalia wordt nee, dan nog. Nee, nee. Ze was dus, uh, nou ja, ze was net 21. Ja. En ja. Ja, ze had net twee kinderen gekregen, volgens mij. Ze is natuurlijk ook heel jong getrouwd met die Philip. Ja. Maar het blijft toch jong dat je dan al zo'n zware taak hebt? Ja, ja, dat is natuurlijk een hele wonderlijke gang van zaken. Omdat dat in feite zij, in ieder geval bij geboorte en in haar eerste jaren, totaal niet in de running was voor het voor de koningschap. Maar ja, omdat haar, haar oom, de broer van haar vader... die heeft geabdiceerd vanwege die Wallace Simpson. Hoe je trouwens vanwege een zo verbijsterend onaantrekkelijke vrouw... die bene al twee keer getrouwd is geweest, bent geabdiceerd... dat blijft een godswonder. Ze wordt ook gruwelijk geportretteerd in die serie The Crown. Dat kan ik iedereen aanbevelen. Als u, als u echt nog eens een paar weken wil genieten... van deze fabuleuze poppenkast, want anders is het niet... Kijk naar de serie De Crown, Wat ja, dit meesterlijk, echt meesterlijk ja. gedaan is. Het is, ja. het is fictie. En ze werken ja. er nog aan, en er komen nieuwe series. Ja, daar, daar moet er volgens mij nog één komen. Ja. ja, nog twee. Ze nou, zijn nu aan zes bezig, en oh, zeven dan... komt ook nog. Oh, kijk eens aan. Dan krijgen we nog, nog iets meer krijgen. We. Ja, ook dat die hele toestand met Harry en uh, William, dat en met die. Krijgen vrouwen? we dat toch nog? Ja, ik las dat, dat ook. Nou, ja, die ballen Harry natuurlijk, die zich heeft laten vervangen door die Amerikaanse goaldigger. En Die, die pseudo-die, om het maar even zo te zeggen, die ziet het allemaal al lang zitten. Ja, dat je kom komt maar een scheidingtje van, en dan kun je nog alsnog multimiljonair worden en de rest van je leven doen waar je zin in hebt. Um, dat is een beetje flauw ongetwijfeld, maar ik, ja, ik vertrouw die wel voor een cent. Dat was het sterke punt van die. Dat was natuurlijk in, in no way een gold digger, om de eenvoudige reden dat ze deftiger was dan Prins Charles zelf. Dat, ja. dat it, zelf een kunst dat je zo iemand kunt vinden. Maar als je natuurlijk. dat toch ook in de crown ziet. Hè, hoe dat is dus gegaan. Dat ja, is toch ja, fantastisch. Heel, maar wel triest toch. Als dat je leven ja, ook is. ook het portret van Charles is natuurlijk ook vernietigend. Ja. ja. Want la, misschien dames en heren. Als u echt genoten hebt van de afgelopen dagen. En nog, nog zit te popelen bij het idee. Wat er allemaal nog moet komen. Eh, bekijk de crown. Het is meesterlijk gedaan. Het ja. zijn prachtige afleveringen. Het wordt schitterend geacteerd. Drie verschillende actrices voor Elisabeth. Het, het kan niet beter. Sterker nog, we gaan eigenlijk zeggen dat, dat de pseudo-realiteit van de kroon mooier is dan de echte realiteit. Alleen de uniformen, dat is overal hetzelfde en die paleizen. Maar ik had een gesprek met iemand deze week en die zegt: van wat is er nou realistisch en wat is er fictie in die serie? Is dat bekend? Alles is fictie. Niemand weet wat, wat de koningin tegen die Prime ministers heeft gezegd. He. Ze heeft er 15 gehad, begreep ik overal. En niemand weet dat. Maar de veronderstellingen zijn enorm geestig. Wat ze dan over Macmillan zegt bijvoorbeeld, enorm geestig. En die ijdelt uit de rij van Churchill komt ook heel aardig naar voren. En wat, wat ik in ieder geval niet wist en wat ik neem, aanneem niet totaal uit de lucht gegrepen is, is dat ze een enorme voorkeur voor Harold Wilson had. Wat blijkt uit het feit dat als Wilson dan ermee stopt, dat ze naar Wilson. Toekomt om daar een afscheidsdiner bij te wonen, terwijl de koningin komt nooit ergens naartoe. Je komt naar de koningin toe, net als bij Wilhelmina bij ons. Je mocht nooit zelf iets tegen Wilhelmina zeggen. Je mocht pas iets zeggen als Wilhelmina iets tegen jou had gezegd, en dan mocht jij pas iets zeggen. Liefst ja of nee, maar liefst ja natuurlijk. Ja, ja dus dat, dat, dat Maar die scriptruit dat, dat is die ook deels gebaseerd op roddelen en achterklappen wat mensen gehoord hebben. Dus dat zal... maar, maar in principe is, is zijn alle conversaties, die zijn fictie. Ja, er is toch ook die conservator die dan een Russische spion is? Dat zit er toch ook in? Mm -hmm. Nou ja, een, een deel van, de, van de, de top van het Engelse establishment... bleek te bestaan uit Russische spionnen. Ja. Die waren gerecruiteerd in de jaren dertig. Maar dat is wel echt gebeurd. Dus de beheerder van de Koninklijke Collectie... die was ook een spion van de, van de Russen. Daar zie je ook aan dat dat verder trouwens niet zoveel uitmaakt, want zoveel voordeel heeft dat de Russen verder ook niet zo gebracht. En denk natuurlijk aan de fameuze Kim Philby, ja. die een hele, hele hoge functie had in, in MI5 of MI6 of weet ik hoe het heet. Eh, misschien zelfs chef was. Nee, dat hadden de Russen goed voor elkaar. Ja. En het beeld wat van Charles geschetst wordt hè, in die kroon, dat geeft toch een beetje een beeld van, van hoe hij is. Is dat realistisch, denk je? Ik denk dat dat. Ja, het is, het is vernietigend. Maar ik denk dat het zeker voor de jonge Charles. Dat, dat het klopt. Dat het gewoon een zeurpiet was. En dat hij inderdaad. dat hij, dat hij vond. Dat, dat, uh, dat het Lady Di wel erg in het licht gezet werd. En dat hij er zo zodoende bekaaid afkwam en zo. Ja. wordt flink gejaagd in het stadion. Oh, er is voetbal vandaag. Ja, er is vandaag voetbal. Goed voor Utrecht. Er is toch ook een scène dat Charles volgens mij jarig is. En dan gaan ze naar de opera. En uh, Diana komt dan op een gegeven moment op het podium en doet dan voor hem speciaal een ja, heel populaire ja, ja. act. Ja, maar is hij ook razend ook. Ja, dus heel boos. Op de, op de ja. terugweg naar huis is hij razend in die auto dan. Ja, ja, ja hij was een. Uh, hoe heet dat? Een wailing kid. Hij was altijd aan het zuren en klagen. Daar dat komt wel bij, denk ik, dat hij onder die vader geleden heeft. Kijk, die vader die, was een beetje naar mannetjes putten. Die vond mannen waren mannen. Geen slaap, gelul. En. en dus die had hem ook naar zo'n school gestuurd waar je dus voortdurend in ijskoude kamers moet slapen. Waar je met koud water moet wassen en de hele tijd nutteloze dingen moet doen. Zo'n paramilitair gedoe. Heet dat niet Gordonstown of zo? Want ik weet er ook niet zo verschrikkelijk veel van. Maar goed, en daar heeft hij onder geleden. Hij vond dat verschrikkelijk. Het was kennelijk toch een beetje een kwetsbare jongen. Eh, ik geloof dat Philip eigenlijk duidelijk maakt in de loop van die serie. En ik neem aan dat dat ook wel weer iets aan de werkelijkheid eh, gerelateerd is. Dat eigenlijk alleen en iets, iets van die. Het was natuurlijk, als je, als je denkt dat. We hebben het er wel eens eerder volgens mij over gehad. Eh, kijk, Elizabeth en eh, Philip waren eerste klas karakters. Daar, daar kun je verder. Daar, wat je verder van ze mogen denken. Maar het waren eerste klas karakters. Waarbij Philip, ook naarmate die houden werd. een soort van speciale niet-politiek correcte geestigheid erop na die, die heel charmant was. Um, maar die kinderen waren natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Behalve dan waarschijnlijk en. maar ja, dat was een meisje, dus daar zit je al helemaal met een probleem. Die kun je niet de hele dag uitdossen. met die halfgare kleding die er ook bij schijnt te horen, natuurlijk. Ja. Ja, want ook als je die Charles ziet. Met die, met die militaire uniformen aan, dat is, ja, mijn werk maakt dat een enorm lachwekkende indruk. Ja. Ik vind Willem Alexander met admi, zo'n admiraalsuniform ook volkomen krankzinnig, maar allee's In die kringen vinden ze dat geweldig leuk. Je moet jagen en zo. Dat wordt ook in de krant trouwens goed, laten ze zien hoe Elisabeth een prachtig doodschiet. Gewoon voor de lol. Ja. En, en natuurlijk dat gedoe met die paarden. We een enorme paarden enthousiasteling. Altijd geweest ook, paardenraces. Op paarden zitten, nou ja, een hele sante kraam. Um, we zijn afgedwaald. Ja, die familie, dat is natuurlijk echt een... Haar zuster, daar begon het natuurlijk allemaal aan mee. Ja, die zuster voelde ze natuurlijk wel gepakt. Ja, dat ze niet meer was dan de zuster. Hè? Zelfs als je die, de kraam mag geloven... Dan eh, ook, ook staatsgeheimen deelden ze ook niet met Philip. Nee. Eh, dus ja, je, je was toch een. Je moest, Philip moest ook eh, ik geloof, zes passen achter de lopen. Dat eh. ja. was net een islamitische huwelijk. Die is er van spreken. nou Ja, die er ook nog buitenechtelijke relaties op nahield. Hè? Nou, dat wordt gesuggereerd, maar niet, niet, dat, niet op een zodanige manier dat je zegt: Jo, joh, joh, Hij heeft de bloemetjes buiten gezet. Nee. Ja, er wordt gesuggereerd dat hij wel geïnteresseerd was in, in ja. sommige dames. En er is in een wel. conversatie toch in dat zij de koningin aangeeft van oké okay, als je die behoefte hebt, vind ik dat oké. Okay. Ik kan me dat voorstellen dat je dat hebt en daar kan ik mee leven. Oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Dat, dat ze een zo onnuke tolerantie heeft geteld Dat ze gek was op die Philip, dat staat dus een paal boven water. Dat is ook. Dat is nogmaals, het is een. Uh, uh, het zijn eerste klas luid. Dat je dan zulke waardeloze kinderen krijgt. Ik, ik maak even dan een. Eventuele uitzondering van die N, waar ik niet veel van af weet. Die zonen, het is toch wel een treurigheid waar je niet van terug hebt. Eh, en, dan, en daarna, dus die kleinkinderen, ik bedoel die William en die, en die Harry. Ja, ook, ook die William, een treurige streken jongen. Het is echt. Ook met die, met die kindertjes waar je een diepe meeleing mee hebt, als je ze dan in zo'n pakje op ziet treden. Het is. Geloof ook dat dat jongetje ook wel eens opstandig gebracht heeft. Kijk eens, ik, ik wil de mensen niet, niet dit, dit, dit unieke gebeuren ontstellen. Ik zou natuurlijk zeggen: je moet het afschaffen. echt. Dit is weer de zoveelste keer dat je denkt: jezus, maak daar nou eens een eind aan, dat is deze onzin. Hè? Maar het, het is natuurlijk als, als showpiece, als, ja, als heerlijk om je in te. In te en al die mensen die thuis op die bank zitten. Ja, nog meer nieuws over Elisabeth. Nog willen we er nog meer over weten. Alles. De hondjes, de paarden, de hele Godzante We willen alles erover weten. Maar je ja. kunt je ermee identificeren, denk ik, als je thuis zit voor een deel. Dat kan me niet voorstellen. Nou, niet met het hele leven van het koningshuis, maar wel met, met dingen die er in families gebeuren. Dat is daar natuurlijk ook het geval. Dat zou kunnen. Ik denk dat weinig families zoveel pech hebben. Ik zag daar een, ja, een eekhoorn. Een eekhoorn? Ja, die op de hoek van de straat zien oh kijk. Ja. Dat is toch wonderbaarlijk zeg. Dat is toch niet zo gek. De hier wildstand met die neemt hier enorm toe. Ja, dan hebben we hebben nog geen vos gezien. Die door Straks, de... nee, dat komt ook nog wel, vossen. <laughs> Dassen, marters ik heb je wel eens een marten gezien. Ja, nou dat is, dat is goed nieuws. Ongelooflijk, ik heb wel eens een zwarte ibis in het park gezien. Kijk. Wat zei we ook weer? Ja, nou, dit was wel, want ook die zuster die margaret dat is ook van een treurigheid. Daar je niet van terug. Alcoholisch. Uh, uh, ook allerlei rare affaires. Uh, scheidingen. Drama's. Schandalen. Het is werkelijk. Oh, terwijl ze al die tijd vond. dat zij het eigenlijk heel wat beter had kunnen doen. dan Elisabeth II. Ja. Maar hoe kun je nou genieten van de kroon als je eigenlijk vindt dat het afgeschaft moet worden? Omdat het fictie is. Dat is het leuke ervan natuurlijk. Het is fictie. Waardoor je in een, in een vorm van perfectie geserveerd wordt. Die natuurlijk niet in de werkelijkheid, misschien, misschien is het zo gegaan, maar we weten er niks van. In de werkelijkheid wordt alleen maar gezegd dat ze nooit iets van enige betekenis gezegd heeft. Dat dat sterker nog haar grootste verdienste is dat ze in 70 jaar niets van enige betekenis gezegd heeft. Ja. He, omdat daar natuurlijk altijd direct een rumoer over ontstaat als je dat eventueel wel doet in die ja. functie. Maar ik geloof toch dat het heel dicht. Maar, als je, je natuurlijk een, een magistrale episode als die met Margaret Thatcher, ja. die in Balmoral op bezoek komt. Dat is natuurlijk alleen door middel van fictie. Ja, precies. Is dat te creëren. Je moet het invullen. Ja, men zegt natuurlijk altijd. Het, de realiteit is vaak mooier dan de fictie. Maar zolang we de, de realiteit niet kennen. Waar, moeten we het met de fictie doen? En dit is fantastische fictie. Ja, maar ik denk toch dat schitterend Marcus... gefilmd, schitterend geacteerd. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat die makers toch dusdanig goede contacten hebben. die heel dicht bij het vuur zitten. Ik, moet, ik kan me Frits Wester nog herinneren. die uh, voordat het officieel bekend werd. de verloving tussen Maxima en Willem-Alexander wereldkundig maakte. Die heeft toen ook gehoord vanuit het paleis. dat de koningin woedend was. Stamvoedend oh. heeft ze daar rondgelopen. Oh, ik wist helemaal niet dat ze woedend was. Dat, ja, dat heeft, hij, dat heeft hij een paar keer ook dat is een verteld. Nieuwtje, nieuwtje, wat ik nu voor het eerst. Oh. Ja, natuurlijk. Moeders zijn toch volgens mij bijna altijd stampvoetend. Ja. Omdat ik, ja, meestal vinden is natuurlijk dat die partner, dat, dat is niks. Nou, dat heb ik altijd begrepen dat Willem-Alexander ook niet een heerlijke relatie met zijn moeder onderhield. Dus, nee. ja. Maar zij was boos, omdat het al op straat lag, het nieuws van de oh, oh, dat de, was het. De dag daarna ging ze aan die tafel zitten. Weet je wel, dat, ja, hij, ja. dat zij ook zei, zei, hij was een beetje dom geweest. Dat een dat, beetje dom, ja. Het nou, lag ja. dus al op straat wat daar ging Daarmee gebeuren. Dat was eigenlijk het hele huwelijk en al de rest ook wel goed samengevat. Ja. Nou ja, goed, zij is toch ze is ook heel populair hier in Nederland, Maxima. Ja, natuurlijk is ze populair, je begrijpt waarom. Zij is een eenvoudige burgermeisje. nou eenvoudig is misschien een beetje complex in dit geval, maar in ieder geval was zij een burgemeisje wat eerst prinsesje geworden is en daarna koningin. Dat is, dat is natuurlijk voor heel veel vrouwen in een bepaald soort wereld en cultuur, ja hoger dan een prinsesje en een koningin kun je, niet, kun je niet worden, toch? Dus dat is het mooiste wat er bestaat: een prinsesje worden. Ja, maar met voor. Bovendien hebben we natuurlijk dat in Nederland. dat al die kleinkinderen van Juliana. ook allemaal prinsen en prinsessen moesten worden. Mm. En dat hadden we natuurlijk ook. Eh, ik heb begrepen dat Charles III. King Charles. <laughs> King, Charles. Ja. King Charles. Vooral als je denkt aan King Charles I en King, King Charles II. dan is, ben ik. Ben ik Begrijp ik totaal niet waarom die, die, waarom die Charles heeft aangehouden. Want? Nou, die King Charles I is volgens mij onthoofd. Hmm. En King Charles II is, dat weet ik niet precies, maar dat is er ook slecht mee afgelopen. Oké, okay, maar nou, wat had hij dan moeten doen? Een andere naam moeten kiezen of zo? Dat komt best, begreep ik uit de, de verhalen. Oké. Okay. Je, je bent vrij in de keuze. Ja. Dus je kunt een betrekkelijke, willekeurigheid. zijn opa, sorry, zijn opa heeft ook een. Een hele andere naam gekozen dan die ik had. Die heette: God, ik heb het geweten, maar goed. Ik ben het in de storm. Wat het nieuws omtrent deze zaak, ben ik het vergeten. Zijn, zijn opa is die slotteraar. The King's Speech. Ja. Maar hij wordt natuurlijk. Charles wordt een soort van tussenpaus natuurlijk. Hè? Want die leeft inderdaad niet heel lang. Nou ja, als die, als die de, 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 degene heeft van zijn, <gacht> van zijn moeder ja. en van zijn grootmoeder, want je weet dat zijn grootmoeder is 101 geworden. Ja, Vrouwen worden wel altijd wat ouder, hè, gemiddeld dan mannen. Dat zeker, maar en, uh, Philip is 99 geworden, ja, mag ik daarop attenderen. Ja, dat klopt ook. Ja. Zij is 96 geworden, haar moeder is 101 geworden. Ja, dat is de vrouw van haar, de man van haar moeder, niet waar? Dat is die stotteraar. Die is natuurlijk heel jong gestorven. omdat hij echt een volstrekt obsessieve kettinghoker was. Dus die had die aan de longkanker bezweken. Ja. Nog één dingetje wat ook de hectiek weer geeft. is dat dus nu het volkslied moet aangepast worden. Ik begreep dat de, waar je de post in doet, de brievenbussen. daar staat ook een embleem op wat aangepast moet worden. Uh, de munten, daar staat nu het hoofd natuurlijk. Dan dacht op. je van de postzegels. De postzegels. Bon, ja. We kunnen hele nieuwe catalogie-collecties vormen. Het is ongelooflijk, overal moet weer zo'n portretje op. Hè? Ik begreep ook dat de koningin kijkt nu naar links en Charles die gaat nu naar rechts kijken. Het wisselt ja, dus steeds. Okay. Ook topnieuws, dat is misschien voor je en ik, maar ook een gelegenheid ja, dat... om een hele uitzending aan te wijden. Postzegels, ik weet niet of ze er al aan gedacht hebben, maar dat is ook. Eh, Postzegeldeskundige kun je op laten draven. Het is ongelooflijk werkelijk. Ja. Ja, toch, de, de Britten genieten ervan, vinden het duur. Genieten ervan, dit is, dit is gloriëren erin, omdat het een combinatie is van alles, nietwaar? Van, het, van het, het gekroonde onbenul waarvan, waar de media zo dol op zijn. En dit is, dit is op het allerhoogst denkbare niveau. Ik geniet... huilers wel niet gezien hebben, joh, dat ja. alleen al. Maar jij geniet eerlijk. er toch ook wel een beetje van, als je het ziet? Nou, ik geniet van het van het, even, het Ik geniet van het media evenement. Ja, daar heb ik wel van. Genoten, ja. Van de opwinding en van de onbeschrijfelijke kletskoek die dus do ook door deskundigen uitgekraamd wordt. Dat, Kun je nog iets herinneren wat je gehoord hebt waarvan je dacht? Nou God, ja, dat dan. zij het anker van de westerse beschaving was. <laughs> en dat, 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 dat eigenlijk Engeland het onder haar leiding, onder haar leiding let op. Dat ze nergens ooit enige invloed van betekenis op gehad heeft. Geweldig gedaan heeft, het tegendeel is natuurlijk het geval. Niet waar Engeland is, toen ze aan de macht kwam was Engeland nog een, nou ja, weliswaar een empire, in verval, maar het was een empire. En de Tweede Wereldoorlog was heel wat zich heel recent afgespeeld, wat je verder van Engeland mogen denken, maar het was de finest hour, daar bestaat geen enkele twijfel over en sinds die tijd is het, laten we het kort samenvatten, all the way down geweest. Ja. Het lijkt me voor Charles wel lastig. Niet haar schuld overigens, maar dan moet je natuurlijk ook niet zeggen dat, dat het nee. de unieke ontwikkeling van Engeland niet waar haar verdienste. Nee. Niets is haar verdiensten behalve dat zij dat op zichzelf zo ongelukkige ambt naar behoren vervuld heeft. En de boel bij elkaar heeft gehouden. Ook de gemeene best? Nou, nee natuurlijk, want allerlei landen zijn eruit gestapt. Ja, nou, maar... Sterker nog, er zijn nu weer allerlei landen die vinden dat het nou maar het afgelopen moet zijn met de gemeente. Welke Beelden. landen zijn er onder Elisabeth dan uitgestapt? Nou, van al, al diverse landen. Hmm. En Nu zijn er ook allerlei lui die er eigenlijk mee stoppen. Ja, omdat ze Charles niet zo goed vinden of Nou niet zo ja, omdat vinden. ze ook geen postregels willen met Charles ja. en, enzovoort. Want hij is natuurlijk veel minder geliefd tot nu toe. Dan zijn moeder. Hij, kan, hij gaat nu natuurlijk aan werken, en die handjes schudden en zo, dat heeft natuurlijk. Hij had wel al lang geleden verklaard dat het zijn van, van uh, hoe heet het, uh, de opvolger, dat dat een totaal ander beroep is dan wanneer je het zelf bent, wanneer je zelf de soeverein bent. Ja. Dus ja, ik. Denk, bovendien heeft hij natuurlijk Camilla aan zijn zijde. Hè? Maar is dat een charismatische vrouw? Ik heb niet die indruk. Totaal echt. niet, nee. maar hij is ook helemaal niet charismatisch. Nee. Maar je weet dat als je maar machtig genoeg bent, dan word je vanzelf charismatisch. Ja. de grootste kneus <laughs> eh, die wordt charismatisch Adolf Hitler was sociaal gesproken een kneus in eerste klas en tenslotte vielen de vrouwen flauw als die binnenkwamen het, het is maar net wat is je bent eh? ik wist helemaal niet dat het zo was oh, Hitler was een hele hoe heet dat, heet dat. ik wist helemaal niet wat hij doen moest ja. Charles heeft Poetin nog vergeleken met Hitler ook hè? Ergens. dat kan hij nu allemaal niet meer <laughs> ja. zeggen Nee, dat zou heel onverstandig zijn om dat nu te zeggen. Hoewel, ja. dat zal iedereen dan zo'n beetje met hem. Ja, je weet dat iedereen die iets doet wat niet mag, of wat verboden is, of wat schandelijk is, die wordt met Hitler vergeleken. Ja, de eerste, de beste derde werelddictator wordt ook. Al met alles, En iedereen wordt altijd met. Er is toch zo'n wet dat in elk gesprek. Nou ja, wij hebben nu ook weer dit, uh, dit heugelijke feit gevierd. Dat in elk gesprek binnen twintig minuten de naam van Adolf Hitler valt. Ja. Dat is op zich, los van alle ellende, wel weer een verdienste van de man. Van Adolf Hitler. Ja, dat hij dus hij heeft wel zijn naam stevig gevestigd in de wereldgeschiedenis. Oh, zonder meer. Als, je, als, als, dat, als dat het criterium is, dan, dan zijn het natuurlijk de drie grootste moordenaars van de vorige eeuw. En de allergrootste moordenaars Mao Zedong. Nou, die diens portret hangt nog reusachtig groot op het plein van de hemelse vrede. Die wordt nu gerund door iemand die ook Mao en een geweldige figuur vindt. Een bewonderenswaardige figuur vindt. dus zeker. Met mijn hout heeft er zeker 50 miljoen doden op zijn geweten. Nou, dan hebben we Stalin natuurlijk, die schat ik op 25 miljoen doden. En dan heb ik het even over de eigen bevolking dus. Hè, want dat is het natuurlijk het opmerkelijke. In het moordenaarschap van die communistische leiders. Dat ze erin geslaagd zijn om een aanzienlijk deel van hun eigen bevolking over de klink te jagen. Ook op kleiner niveau, denk ik aan Cambodja. En, en natuurlijk Adolf Hitler, de veroorzaker. Ja, daar bestaat weinig twijfel over. Van de Tweede Wereldoorlog, die. Nou ja, ergens tussen de 50 en de 100 miljoen doden gekost heeft. Ja. Dus die drie zullen, als je, als je dit gesprek stelt voor, we podcast wordt een grote westerse traditie enzovoort, en dit gesprek wordt over 200 jaar nog eens een keer gevoerd, ...dan tegen die tijd in een uniek antiek autootje, wat speciaal bewaard gebleven is in een, in een museum. In een podcastmuseum. Nou, beelden, geluid, maar beeld en geluid. archiveert het taal. Binnenkort zullen ze een bod doen op dat autootje, denk ik. Ja, die moeten ze daar eh, neerzetten, eigenlijk. Ja, ja. Vind ik ook wel in een bepaalde een speciale ruimte. Um, ja, dan zullen, als het over deze eeuw gaat, zullen de grootste boeven. die zullen uh, prominent aanwezig zijn. ik denk een paar geleerden. Dat is het wel, denk ik. Ja. Dus Einstein haalt het ook wel. Vooral omdat hij zo'n. Ja, zo'n paradigmatische geleerde was. Als je de foto ziet van de oude Einstein, zeg je, god, dat moet... Of het is een geleerde, of hij speelt de rol van tovenaar in, in zo'n zo zwaard, zo zwaardfilm. Zal ik maar zeggen, één van de twee. Hij had ook prima, had hij had Gandalf kunnen spelen. We zijn ongetwijfeld wel wat feitjes vergeten rondom uh, dat hele uh, itse. Ah, dat is helemaal niet erg, want we zullen in de komende weken, eventueel zelfs maanden. Ik denk nu al aan een aparte speciale kerstuitzending die aan deze materie gewijd zal worden. Hoe vierde Elisabeth de kerst? Ik geef dit gratis advies aan de talkshows. Hè, had ze een leuke kerstboom, versierde ze hem zelf. Uh, en waren het elektrische lichtjes of moesten het kaarsjes zijn volgens het protocol? En als er kaarsjes waren, hadden ze dan een emmer met zand klaarstaan, zoals mijn opa. Dat wil je allemaal toch wel even weten. Hè? Ja, het is ook voor de talkshows is het natuurlijk een van de... Het gaat eindelijk eens een keer niet over immigranten en gasprijs. Het gaat over iets wat van geen enkel belang is en tegelijkertijd eindeloos kan worden uitgemolken. Wil je nog iets toevoegen waarvan je zegt: dat, is, dat moeten we wel echt nog even noemen, want anders is het niet compleet. Alles. Alles moet toegevoegd worden. Werkte zij zelf in de tuin? Eh, wat deze verder nog? Ik kwam ze wel eens in de keuken kijken. <laughs> eh, als ze dan zo verrekte geestig was, als iedereen zegt, dan wil ik wel eens een paar van die wietsen horen. Ze scheen al die prime ministers geweldig na te kunnen doen. Dus ja, dat wil je dan ook wel eens even weten. Nee, dat ze, poetsen ze elke Poetsen ze zelf haar tanden. Welk merk tandpasta heeft ze daarvoor gebruikt? Dat wil je allemaal wel even weten. Hey, is, die, is die man al die in de tijd in Buckingham Palace had ingebroken? En die nog zo'n lollige conversatie met haar heeft gevoerd? Is oh, die al gevonden? Die zullen ze nu vast gaan opzoeken. Ja, die, die moet ook. Dat ja. is ook iets lollers voor de talkshows. Ja. Ja. Hè? Ja. En iets voor opeen om de boel op te vergroten. Ja, nou, dit zijn genoeg ideetjes. Dus, um... En uh, Rutte werd ook genoemd. Heeft u haar ooit gezien? En toen zei hij ja, ik ben een keer op een event geweest en toen stond zij zes meter verderop. Ja, precies, dit is ook heel karakteristiek. <laughs> ik heb haar uit de verte, net zo goed als we een tijd hadden, dat er allerlei des, Amerika deskundigen waren die bleken dan Clinton uit de verte gezien te hebben. Waardoor ze al een, nou ja, een zekere reuk van deskundigheid over zich hadden, hadden gekregen. Dat vond ik ook, ook altijd erg interessant. Al oh, die halve garen. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is. Tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes.